80 edities en slechts 26 winnaars. Dat heb je natuurlijk als je Mr. Overijse in die erelijst hebt. En dat is met grote voorsprong Roland Liboton. 16 keer gewonnen tussen 78 en 87. Dan begrijpt hij ook dat daar af en toe wel eens een Belgisch kampioenschap tussen zat. Of een dubbele organisatie. Maar dat hebben we al eens verteld. Zo pas in de vrouwencross. Een puike deelnemersveld moet over dit parcours weer die Tenotsberg over. Dat heeft dus te maken met die weide boven. Die is weer open voor de cross en vandaar dat we weer de Tenotsberg op kunnen. We gaan die weide ook af om weer naar het Mariendalpark te gaan. Dan moeten we dan weer uit over een beekje, een bronnetje. En dan is het daar aan de vuurmolen. Dat is het administratief centrum, laten we zeggen, het verhedelde gemeentehuis van Overijse. En een puikenronde hoor. Met een enorme diversiteit. Polyvalentie is hier de factor bij uitstek. Je moet van alle markten thuis zijn om hier te kunnen winnen. Om een cross in Overijse, een klassieker op je naam te zetten, moet je een kanjer zijn. Nijs won hier 6 keer. 2004 voor het eerst. Het was lang wachten voor hem. Van Tornhout 9 jaar geleden. Dan Pauwels een keertje, Albert 2 keer op rij. En dan nog eens 3 keer Nijs. Meeuwse in een wat meer karig bezette versie. En dan Mathieu van der Poel vorig jaar in de wereldkampioenentrui. Het ultieme doel moet zijn in Overijse kunnen winnen in die wereldkampioenentrui. Is er niet zoveel gegund. Erik de Vlaming deed dat uiteraard. Ook Roland Liboton deed dat. Ook Niels Albert, als ik me dat goed herinner. Sven Nys ook. En vorig jaar Mathieu van der Poel. Veel belangstelling op de netelige plekken, op de zware stukken. En de innerlijke mens heeft ook recht op wat versterking. Dit moet ergens in de buurt van de Tenotsberg zijn, denk ik zo, waar je maar langs één kant naar boven kunt. De rechterkant moet volledig vrij zijn voor het publiek. Dus is er een soort van corridor gemaakt om het publiek toe te laten naar boven te klimmen. Merlier links in het hoekje, Michael van Tornhout vindt hier toch wel een parcours naar zijn gading. Daar hebben we Tom Meeuwse, Van der Poel, wat met die heup. Hij moet verlekkerd zijn op dit parcours. Hij zat gisteren perfect op zijn fiets. Reed een fantastische race met gelijkmatige rondetijden. Pauwels is op dreef. Hier hebben we Hyde. En hier hebben we Jenny Vermeers, die de voorbije 2-3 weken stevast op een top 10 mikt. Ze starten in totaal met 31. Als ik het snel en goed geteld heb, uit 5 landen. De Tenotsberg. Onmiddellijk meedoen of... Nee, we hebben wel wat tijd. Ja, mee is genoeg. Hè. Dus je hoeft niet als eerste daar aan te beginnen. Dus de snelheid zal er onmiddellijk wel uitgaan. Van het moment dat ze hem voor zich uitzien liggen. Goeie start van Pauwels, goeie start van Van der Poel. Ook de wereldkampioen is mee. Ook Hyde is mee. Renaat ook. Zo, intussen al bovenop de Tenotsberg bij manier van spreken. Pauwels die daar nu de beklimming voert met Mathieu van der Poel. Zij aan zij, schitterend is het om te zien. Ja, dat is het ook altijd al geweest als we hier naar boven trokken. Maar opgelet, opgelet. Je moet hier een keer of 8 à 9 naar boven. En dan gaandeweg wordt dat naar boven sprinten, naar boven sleuren. Ja, daar moet je niet aan twijfelen. Deze editie die valt dan nog een klein beetje mee. Dus, want in het veld is er geen zware blubber. Er zijn geen zware loopstroken. Maar als dat er nog eens een keertje zou bijkomen, ja, dan is het echt wel omhoog sleuren, bij wijze van spreken. Daar rijdt Mathieu van der Poel. Koninklijk die bovenste weide in. In die lange brede lussen waar het vaak afhaken, loshaken is om het evenwicht te zoeken. Dan is het de bedoeling om zo snel mogelijk de doorsteek te maken naar de andere kant van het domein. Naar het Mariendalpark. En dat doe je via een valpartij. Er wordt daar wat afgerommeld en afgetrommeld. Dat is Dieter van Tornhout en Vermeers. West-Vlaanderen ligt daar tegen de grond. En dat haakt vast in elkaar. Ja, ze nemen de tijd.
Ja, dat kan ook niet anders dan natuurlijk. Dan heeft hij zich bezeerd. En dan is even checken, is er wat mis aan de schoen. Dan even blazen en dan toch maar door. Daar, vooroverstaken. Hè. Ja, in een heel goede positie. Hè. Op plaats 5 en 6. Overijse niet gunstig gezind voor Vermeers. Want dat was ook in de druivenkoers op de weg dat hij zo zwaar ten val is gekomen. En vandaag alweer. Ook een lastige bedoeling, die druivenkoers. Dus in de zomer de druivenkoers, hier de druivencross. Van Aert met de Meeuwse dicht bij hem. Daar rijdt nummer 22 al binnen, dat is Bastans. Dat is vroeg. Wellicht een klein probleem aan de fiets. En dan niet twijfelen, niet aarzelen, gewoon het aandurven. Van der Poel legt er al het peesje op. Opgelet, het is een gevaarlijke bocht. Een paar keer gezien bij de vrouwen, ook bij de belofte, dat nogal wat jongens daar of vrouwen te ver uitdijen. En dan moet je van de fiets. Van Aert, positie 4. Pauwels wil mee. Dat was gisteren ook al het geval. Ja, dat wilde zich niet laten verrassen. Toon Aerts kwam er dan wel wat tussen vriemelen. En dan ging hij erbij liggen. We gaan naar Renat. Ja, Michael van Toeren, dat is op 3 seconden met Wout van Aert. En dan op 6 seconden zit Meeuwsen. Dan en de val daar Meeuwsen. Bij het aansnijden van de kasseien. Tom Meeuwsen, ja. Ja, Meeuwsen inderdaad. Zoek niet naar Toon Aerts, staat niet op het deelnemersblad. Hier heb je Boros. Hier heb je Hyde, herkenbaar. De twee mannen met de baarden. Van Turnhout daarbij. Bosmans gisteren goede cross gereden. Wel een moeilijk einde. We krijgen een replay. Meeuwse, wat Meeuwse. Overkomt hem? Iets ja, op te veel stuntwerk? Ja, op die wortels. Hè, die zijn nog gladder dan de kasseien. En daar was hij al aan het flirten met de valpartij. Ja, hij deed het met wat te veel bravoure, had ik de indruk. Ja, hij wou daar springen en volledig onderuit geschoven. Aan Van Aert om het bresje te dichten. Daar komt hij uit de bocht. Dat is hem. Een seconde of 6, 7. Kijk, dit is waar Van der Poel op kikt. Kijk eens hoe hij kort afsnijdt. Hoe hij dan de controle zoekt. Onvervaard op Sakkei. Daar iedere keer weer een fractie van een seconde uitlopen op de tegenstand. Ja, een meester in dat soort werk. Amuseert zich weer Van der Poel. Dat zie je meteen. En dan dat optrekken op dat kasseitje. Blijven zitten, want anders gaat het slippen. Michael van Toornhout, zoals ik zei, echt een parcours op zijn maat. Hop, Sakkei als een vliegende Hollander. Woont wel in Vlaanderen. Naar boven rijden, kort verzetje. Wat doet hij dat fantastisch. Ook Pauwels geraakt boven, maar wel met een nulpunt. En hoe doet Van Aert dat? Dat willen we eens even zien. Ook hij haast helemaal vanuit de onderrug. Knap, knap. Wat een atleten, Renaat. Ja, en hij reed boven en hij volgde op 7 seconden daar. Achterstand van Meeuwse daar is daar 16 seconden. En Boros die lag er bijna bij het aansnijden van die helling. Alles is in de eerste ronde al los. Hoi, nu al die bril weg. Ja, bril weg. Pauwels zit op luttele seconden, maar maak daar maar werk van. Want als je hem de vrijheid geeft, Van der Poel, is hij gaan vliegen. De humusbocht, volkomen uitgesleten. Dat zal hier bij deze mannen die daarover razen nog meer gebeuren, dat schuurwerk. Telenet Fidea in het defensief gedrongen. Hier hebben we dat esje om het tempo er helemaal uit te halen, Renat. Ja, weer een tegenvaller voor Gianni Vermeers in de achtergrond. Bij het aansnijden van die helling waar ze over de zandzakjes moeten springen, ten val gekomen. Andermaal, de tweede keer. Ai, ai, ai. De daver op het lijf dus. Opletten, want dit is slippery. Ja, schuine bocht. En je ziet dat er nog heel weinig grip is. Pauwels nam daar een ander traject. Hij ging daar helemaal aan de linkerkant in de rijrichting. En Van Aert is op komst, dat weet Pauwels. Renat. Van der Poel is voorbij het linker gedeelte in de afdaling. Pauwels komt hier langs op 5 seconden. Kiest een ander trek, is behoedzamer dan de Nederlander. Van Aert op 8 seconden pakt daar binnenkant bocht. Michael van Toornhout is 4e op 12 seconden. En nu zo meteen hier naar dat beekje. Slim bekeken aan deze kant. Mm-hmm. Opgelet, ik heb Van Aert hier zien vallen bij de testing. Bij het verkennen. Dus kiest hij nu een ander traject. Hield daar een vuile broek aan over. Ja, lange benen, gewoon de fiets op de grond zetten. En dan heb je eigenlijk een steunpunt. Dan is bijna vallen onmogelijk, maar het kan gebeuren. Hè. Modder, diep daar. De waardeverhoudingen worden gerespecteerd. De sterke mannen van gisteren rijden ook nu weer vooraan. Het is me natuurlijk niet zin is om te lummelen.
De klim gaat heel veel duidelijkheid geven. Hier is Van der Poel. Dan komt hij hierdoor op een seconde of 5. Dan komt daar Van Aert op een stuk dat hem goed ligt. Daar heb je Michael van Tournout. Enkelingen, nu al. Ja, daar toch een groepje. Soete was de eerste man van Telenet Fideakamp. Krijgt Pauwels de kans om dan het pakket te pitsen. Daar is de man die zich 2 weken lang kan voorbereiden, is in Calpe. Ja. Daar krioelt het van dit soort hellingen. Ja. Die zijn dan 10 keer zo lang. Amai, Pauwels moet krabben om er in het wiel te geraken. Je weet dat hij komt en je hebt dan toch geen verhaal. Hè? Je kan hem niet afhouden. Ja, op de slechtste moment natuurlijk. Hè. Dus bergop, als er dan iemand passeert, pik maar aan. Als je op de limiet zit. Hier heb je Klaas van Tornhout, de winnaar van 10 jaar geleden. Met Jim Arnouts, met Meusen en Bosmans. Hier heb je Baastaans. Haait wat verderop. Adam zit ook ver. Dat was jouw derde man. Ja. Hij moet daar nu werk van maken om op te schuiven. Daar zit nog heel veel volk voor hem. Dus, en op de weg heb je de kans. Gisteren ook al aangekondigd, zit in een dipje. Hè. Het gat wordt kleiner. Ja, kleiner. Wout is op komst. Veel kasseiwerk. Ja, heel mooi die afwisseling. Af en toe een kasseitje ertussen houden we wel van. Aan het eind van de tweede ronde zullen we weten hoeveel ronden in totaal moeten afgewerkt worden. Wat Van der Poel hier doet, komt vele slecht uit. Want het zou wel eens kunnen zijn dat we een ronde meer zullen doen dan ze zouden verwacht hebben. Ja, dat is de registers opentrekken. Hè. Dus ze hebben ook met de commissarissen beslist om pas na 2 ronden effectief ermee boven te komen van hoeveel ronden dat het er moeten afgewerkt worden. Zo was het altijd. Ja, maar eigenlijk soms weten ze dat al na 1 ronde. Maar nu effectief, het zullen er 9 uiteindelijk gaan worden. Ik heb hier geweten dat ze de eerste ronde al lummelend aflegde, met de bedoeling om er toch eentje van af te krijgen. Binnen het bestek van dat uur, ja. De richttijd. Dus maar straks zijn ze ongeveer doorgekomen, 6 minuten. En als je dat vermenigvuldigt, ja, dan kom je op... Wat bedoel je daar straks? Bij de vorige passage. Dus ze hebben 6 minuten en onderweg geweest om 1 ronde af te leggen. Als je dat maal 9 doet, dan kom je gewoon op 54. We gaan voor 9 ronden, komt de official nu al zeggen. Dus het einde van de tweede ronde wordt niet eens afgewacht. Nee. Dus bij de volgende passage aan de aankomst nog 7 stuks. Het is al hard tegen hard hier. Dus voorlopig is er geen seconde verval, maar ook geen winst meer voor Wout van Aert. Dat was de bocht waar Schumannick een paar jaar geleden het sleutelbeen brak. En dit is een netelig punt. Hè. Die overgang hier over die uitstekende wortels. Ja. En dan in de pedaal blijven en dan weer onmiddellijk druk zetten. Hè. Niet binnen bocht nemen, dat hebben we daar straks met Meusen gezien. En nu ook met Wout van Aert. Pauwels zit dicht op dat wiel van Aert, maar kan dat als geen ander colleren. Renaat. Ja, een eerste impressie van een ploegleider, Niels Albert. Ja, Mathieu trekt weer van start af aan. De gasten zijn er helemaal open. En als Wout terugkomt, kan het nog spannend worden. Anders wordt het een saaie cross weer vandaag. Laat ons hopen dat je geen gelijk krijgt, toch? Ja, we hopen het ook van hem, maar ja. Het is weer van in het begin, van minuut 1, volle bak. En we gaan een beetje bekijken. Dankjewel, Niels Albert. Klaas van Tornhout wil vooral goed indelen. Wil zichzelf niet tegenkomen in dat tweede deel. Ik zie hem nog wel wat opschuiven. Het wordt wat groter. Ja, dat is ook mede door die afdalingen. Daar is Van der Poel gewoon de betere. Ja, hier laat hij echt zijn werk aan de remmen over. En dat is prachtig om naar te kijken. Altijd op de limiet en dan die overgang met dat kleine verzet. Een fantastisch ritme. Omwentelingsritme ontwikkelen. Dat is de powerman. Kan dat natuurlijk ook. Het zit hem hier in die overgang. De galantheid waarmee je die neemt. Ja, het moet iedere keer perfect uitkomen. Hier is hij weer gelanceerd. En zoeken toch maar om wat grip te vinden. En ja, hij vindt dat. En daar snelheid nemen in die korte afdaling. En dan helemaal naar boven. Ook hij doet dat net iets minder snel. Paulus te voet. Ja, dat kost, je ziet hoe dat wordt afgestraft. Hè. Dat zijn in 1 klap 2 à 3 seconden. En in welke mate herstel je daar dan van? In welke mate kun je jezelf opheppen om daar weer naartoe te kletsen? Renaat. Over seconden gesproken, het zijn er 8 op dit moment. En 11 voor de derde man, Pauwels.
Soete blijft dat goed doen. Toch opletten dat hij straks niet ontploft. Diep uitgegraven bocht hier. Dat is een greppel geworden. Ja, zachte ondergrond. Compost. Hier weer dat bochtje. Ja, dat is netjes opgelost. Niet twijfelen, gewoon van de fiets. Als je gewoon doorsnijdt en haaks links gaat, dan ben je toch wel uit die snelheid. Ja, dan zou de snelheid er ook uit geweest zijn. Dus maar het is nu heel goed voor het laatste nieuws. De sponsors. Renaat. Ja, en in die tweede ronde al meer dan voor Soete en Michael van Toerenhout. En dat zijn de nummers 4 en 5 in de race. Ja, dat is eigen aan Overijse, eigen aan de good old days. De periode van Roland Liboton. Toen stonden de anderen ook met klamzweet onder oksels en andere lichaamsdelen van wat gaat hij nu weer met ons uitsteken. Ja, dat wist je eigenlijk al als je wakker werd. Dus, adieu tot straks. Dat is zo. Over een uurtje. Met Liboton 16 keer gewonnen. Veel mannen van weleer zijn hier aanwezig vandaag. Aan het Begijntjesbad. Goeie passage hier van Aert. Goed inschatten. Zo evident is het natuurlijk niet. Je hebt daar toch wel behoorlijk wat vaart. En dan moet je overgaan in de loopfase. Dan die sprong goed afmeten. Niet vol gas hier. Dat zou je fataal kunnen worden. En dan dat ene rechte lijntje. Zolang je hem ziet rijden, kan het nog? Zeker. Altijd weer een strijd voor de eer. Het grote duel. 6, 7, 8. Meestal wordt dat afgerond naar 9. Pauwels op 12 à 13 seconden. 8 seconden, dat is Pauwels hier. Echt niet genoeg om achter uw oor te krabben. Niet zoveel. Godzijdank kon hij daar zijn fiets als steunpunt gebruiken. Ja, perfect opgelost. Op die manier is dat de hefboom. Van der Poel ging daar nu bij de beklimming van de Tenots iets sneller zitten dan bij de vorige passages. Mag wel zeker. Hier Soete met de Michael van Toerenhout. Soete ziet er nog kloek uit. Op 37 seconden, daar heb je Klaas van Toerenhout. Dat moet al op zo'n 50 seconden zijn. Dit is de derde man in de race. Dus we zijn op iets minder dan 7 ronden van het einde. Hij naar zijn taalstrook. Soete kleppen. Dat was ook zo'n strijd voor de ereplaatsen de voorbije jaren bij de belofte. Soete iets meer costo. Iets meer schouderpartij. Dan zien we Merlier verscholen. Achter de druk van Arnouts. Ja, hij briest. Hij poeft. Schijnbaar laat hij altijd wat stoom af, maar opgelet is meestal wel andersom. Wat meer vrijmaken om wat de zuurstof te tanken. Het worden eenzame tochtjes voor alle deelnemers, Paul. Ja, hij is ermee begonnen. Hè. Dus Wout van Aert heeft dat een tijdje dus, op 7 seconden kunnen houden. Maar vermoedelijk is daar nu wat bij. Nog niet veel, maar dat is voldoende hè, op een bepaald moment om de keuze te maken. Ga ik heel veel risico's nemen? Wil ik daar per se wel naartoe? Het is geen klassementscross. Het is dan wel overreizen, maar ja, oké. Okay. Je moet keuzes maken. Je kan je natuurlijk wel mispakken. Vraag dat maar aan Quinten Hermans. Die dacht na een ronde of vier, ik ben hier weg. Ik ben sterker dan Iserbiet. Ik kan mij niet volgen. Ja, dat draaide dan wel om in die slotronde. Renaat? Ja, maar het verschil loopt toch serieus op nu tot 13 seconden. Hou het bij. Ja. Zolang het om en bij de 20 seconden is, zou ik zeggen van volhouden. Niet afgeven. Misser is rap gemaakt. Renaat? Ja, en 20 seconden, dat is precies de achterstand van de nummer 3 in de race, Kevin Pauwels. Oké. Dat is al behoorlijk. Wordt die opgeraapt? Want die achtervolgers zijn dan niet ver meer. Nu komen ze elkaar tegen aan die snijpunten. Zo zijn het haast. Je ziet altijd wat meer energie in dat draaiwerk bij Van der Poel. Ook mooi gecorrigeerd. Ja, nog wat lenderrukken om boven te geraken op een veilige manier. Het komt van alle kanten. Het is een genot om naar te kijken. Ja. Het is eigenlijk wel sterk dat ze hier rondetijden realiseren op zo'n lastig parcours van om en bij de 6 minuten. Ja, ze krijgen dat klaar. Pauwels heel diep tussen de naders, tussen de pootjes, toch nog iets gaan zoeken.
veilig weggekomen. We kunnen u niet dienen wat die rondetijden betreft. We hebben geen extra computertje in onze commentaarcabine. Anders konden we dat eens even aftoetsen. Ook in Overijse geen prijs voor de snelste ronde. Die was gisteren overigens wel voor deze Van der Poel. Staan nog altijd voor maken van Tournaut uit. Van Tournaut moest daar wel wat inhouden bij dat nemen van dat bochtje. Forse vent. Ja, ja. Kereltje uit Grobbendonk, Daan Soete. Alweer de camp. Ja, ja, ja. Excuseer, maar het is zo. Controleer de slipper. Hoef je niet voor de verontschuldige paal. Het zouden allemaal je zonen kunnen zijn. Wie weet. Ja, maar ja, dat is niet goed, hè. Dat wil zeggen dat je oud wordt. Dat is breed. Heel breed. Maar wel veilig. Bijna stilstaan. En toch weer dat dansende ook in de cadans van Van Aert. Hij vliegt. Hij wil bovenrijden. En vooral komaf maken met de ellende van gisteren. Ja, maakte er nog een grapje over net voor de start. Klokkenspel oké, Paul. Maar mijn heup doet nog pijn. Ik had daar een gesprekje over met hem tijdens de verkenning. En toen zei hij van, ja, helemaal zeker ben ik toch niet. En dacht ik van, bij het draaien gaat dat wel verdwijnen. Ja, ja, dat is ook zo. Hè. Ze laten het echt niet koud worden. Hè. Dus op revanche belust. Ze hebben dat alle twee in zicht. Dan spreek ik over Van Aert en Van der Poel. Ja. Hamvraag is dan, hoe lang gaat dat duren? Hè? Want ze zwepen elkaar op. Er komt toch eens een moment waarop er een soort van breekpunt komt, waarbij het wat minder zal gaan. Mm-hmm. En ze blijven of is dat nu een illusie? Ja, ze blijven ook vechten, hè. Dat zie je meteen. Hè. Dus hier is er dan wel een wat verschil, maar uiteindelijk blijven ze toch weer op 1 en 2. Renat? Ja, hij hangt op 14, 15 seconden en dan op 3:24 vinden we Pauls. Maar dus Van Aert blijft eigenlijk hangen. Hij komt geen centimeter dichterbij op Mathieu van der Poel. Het zou wel eens kunnen dat mocht Pauwels daar niet te voet gestaan hebben bij dat klimmetje, dat hij nog aan het wiel van Van Aert zou gezeten hebben. Ja. Dit is een vettige plek. Hè. Ja, zeker weten. Lost de doek ook goed op. Ze rijden ook met het perfecte materiaal. Gaat dan wel erg dicht in die doeken hangen, dus, zeg. Dus noods over die doeken. Ja, want die zakken er niet in en dat bolt. Hier opletten. Altijd gevaarlijk. Alles op de limiet. Hoe noem je dat? Betonplex, dat zijn die platen waar dat ze de aanhangwagens mee maken. En dat schuift. Betonplex. Dus een variant van multiplex? Familie ervan. Ah, ja. Renaat. Nou, er vormt zich een pelotonnetje. Daan Soet en Michael van Tourenhout worden op de hielen gezeten door Klaas van Tornhout, Meeuwsen en co. En dat is op meer dan een minuut en zes. En uit de race gestapt. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar hij rijdt niet meer mee. Thijs van Aanbrengen. Je hebt in West-Vlaanderen ook Omniplex, de helpplex. Ja, dat is iets anders nog. De linkshandige Pauwels. Hij kiest voor de rechterkant. De drassige kant. De kant waar je voet vaak dieper trapt dan je dat zou willen. Nog zes ronden. En heeft hij gekozen voor een solo slim van start tot finish? Wout heeft hem nog net. Het was wel een klein ventje weliswaar, maar hij heeft hem nog zien rijden. En zolang je iemand ziet, is er nog wel wat hoop. 14. Rits hopen. En naar boven kijken. De Testberg. En daar ligt hij dan. De Testberg. Dit doet me wat denken aan de Monte Serra in de buurt van Lucca. Dat was ook de Testberg voor de groten van weleer in het Epo-tijdperk, weliswaar. Al is die natuurlijk ook een keer of 20 langer. Van Aert lang op de trappers. Ja. Kijkt wat mistig onder dat voorluik van zijn helm door. Hij heeft nog de moed om vooruit te kijken. Ook dit uitloopstuk, dat is nog een rot ding, hè. Alweer een kasseistrook daarboven. Het indraaien van de weide zo laat mogelijk uitgesteld. En hier gaan we naar de groepering. Tempo bij Soete en Van Tournaut blijkbaar niet hoog genoeg. Klaas van Tournaut heeft als eerste de bres gedicht. Ja, dat is voor plaats 4. Ja, een man of 10 binnen. Merlier en compagnie. Met Adams er ook bij, met Meuse. Meuse die hier in de 2014 won voor Klaas van Tournaut. Van der Poel en Walsleben. Sprintje met 4 toen. Van der Poel toen nog een snaak van een jaar of 19? Of was het 18? Renat. Bij Adrie van der Poel is Mathieu jouw zoon gebelgd vandaag, want hij rijdt enorm gedreven rond.
Ik denk niet dat hij meer gedreven is dan anders. Het is gewoon een koers die heel lastig is. En uiteindelijk of je hier alleen rijdt of in een groep. Je ziet het al na een paar rondes. Iedereen rijdt alleen rond, dus dat maakt niet zoveel uit. Bestaat het gevaar dat hij zichzelf tegenkomt op die Tonotsberg die toch elke ronde opnieuw over moet? Ja, dat weet ik niet. Het is vooral hoe je rug het houdt na die val van gisteren. Dus, maar vooral lijkt het goed en hopen blijft hij dat volhouden. Hij blijft op de limiet rijden. Hè? Ook al is zijn voorsprong 14 seconden. We gaan het zo meteen zien hier inrijden. Materiaalzone even meepikken. Hier komt de wereldkampioen rond die bocht en dat blijven 14 seconden. Ja, maar 14 seconden is niks. Hè. Kijk, je kunt op reserve gaan rijden na geen minuut, het anderhalve minuut. Maar 14 seconden, dan moet je druk blijven zetten. En dan hopen dat je geen foutjes maakt. En het ligt er heel netjes bij. Het is geen modder. Maar toch, het moeilijke aan dit parcours is buiten de beklimmingen zijn de verraderlijke bochten. Dus je moet geconcentreerd blijven. Hartelijk dank, Adrie van der Poel. En de nummer 3, Pauwels, nog even meegeven op 33 seconden. Ja, dat was een lekker ja-maar interview. Adrie van der Poel won 1 keer hier in Overijssel. Dat was in het begin van de jaren 90, toen Vlamingen hier eigenlijk niks te zoeken hadden. Of Pontoni, of Bramati, of Groenendaal, of Van der Poel. Zo ging het toen. Ja. Soms. Ik zie dat Pontoni en Bramati hier tot 2 keer toe wonen. Dat was in die periode. Ja, soms ben je wat beschaamd omdat je in Overijssel niet gewonnen hebt. Hè. Dus maar als je dan die lijst afgaat wie dat er maar 1 keer gewonnen heeft, ja, dan kom je ook bij een Bert Vermeijden terecht. Dat was in de periode waar voetballeden op onze redactie zegden van moeten we daar nog aandacht aan besteden, want we doen niet meer mee in de cross. Van Damme, 2 keer gewonnen. Wel een Belgische titel, hè? Ja. In 65. Ja, dat komt erbij, maar 2 keer. Hè. Om toch Van Damme te noemen, dan denk je van dat misschien ook wel een keer of 5 zou geweest zijn. Maar die gouden Erik de Vlaming, die won hier 9 keer, Liboton 16 keer. Dan zijn er al 25 weg, hè? Natuurlijk. En dan kom je aan dat getal dat hij daar straks noemde. Maar 26 winnaars op 80 edities. Ja, dan zijn er wel slokkoppen bij geweest. Ik herinner me alsof het gisteren was, de editie van het Belgisch kampioenschap in 96. De laatste keer dat hier een titelstrijd georganiseerd wordt. Waarom komt dat niet terug, alsjeblieft? En toen won Ene Vervecke en was jij tweede. Toen had je wel een goede dag, zeg. Ja. Als je dan wegrijdt van een De Klerk en van een Mark Janssens en De Bie, dan ben je tevreden. Maar die Vervecke, uiteindelijk wordt hij dan 3 keer wereldkampioen en dan kun je dat beter plaatsen. Maar jij gaf dan weer lik op stuk het jaar erop in 97 en werd dan voor de 2e keer Belgisch kampioen. Zo ging dat toen. Ja. We zijn in de duvelzone. Ja, dat is nogthans echt wel verboden. Glaswerk naast het parcours. Dus zouden we de mensen de raad geven van ga daar een stap mee achteruit. Ja, mag niet. Dat staat in de feuille. Het verschil is niet groter geworden. Nee. Er mag echt wel niets fout gaan. 14 seconden. Welk verzet trap je daar naar boven, Paul? Ik vermoed dat ze zelfs niet echt alles eruit halen. Te klein is helemaal niet goed. Dus maar wie wil boven geraken, ja, gaat toch wel de kleine plateau opzoeken. Ja. Daar komt hij inderdaad piepen. Het is niet gedaan. Nee. Daar staat nog altijd 14. Het is uitkijken naar Renaat om een volgende handeling met de stopwatch. Renaat? Ja, ik heb er 13 op dit moment. Dus ja, weer een secondje eraf, dacht ik. Ja, dat zag je. Dat is genoeg om iemand vleugels te laten krijgen. Op het oog. Hoe zij erover denken, daar heb je natuurlijk het raden naar. Maar spreekt voor zich dat zo'n Van der Poel dat hij dan wel hoopt op een wat veiliger marge. Ja, maar het zijn nog wel een paar honderd moeilijke bochten te gaan. Het is zeer moeilijk om terug te keren. Zolang dat er iemand niets meemaakt, dan is dat gewoon kei moeilijk. Ondanks dat het maar 14 seconden is. Die Tenotsberg, ik hoef het jou niet te vertellen, dat is een moordenaar. Daar is een probleem voor de wereldkampioen. Ja. Daar verliest hij kostbare seconden. Die Tenotsberg is een deugeniet. Dat zou wel eens van 14 naar 20 kunnen zijn. En dan gaan we eens opnieuw naar kijken. Hè. Wat gebeurt daar? Ja, onderuit geschoven. En dan weg. Tot stilstand.
Alles ligt nog netjes erop. Dus het paard maakt heel even slagzij. Even zoeken. Wout tuurde naar rechts. Dat is de passage daar net voor die aankomst. Daar kun je een blik krijgen van je voorganger. Is het daardoor dat hij de fout ging? Door naar rechts, nee, toen was het kwaad al geschiet. We zijn nog 5 ronden van het einde, dames en heren. Kan Van Aert daar nog eens uit die bocht komen en de Nederlander hier nog in het oog houden? Dat zal niet zijn. Hij is weg. Hij zoekt. Hij vindt hem niet. Dat is vaak het signaal, hè, om het iets rustiger aan te doen. 14, 15, 16, 17. Valt nog mee. Ja, dat zijn er 4 dan uiteindelijk dat hem dat gekost hebben. Dat kleine incidentje. Wie ziet nu het meest af? De haas of de jager? Renaat. Maar ik speel de vraag door naar Niels Albert. Wie ziet het meest af? De eerste of de tweede in de race? Allebei, denk ik. Het is een enorm lastig parcours. En als je wagen hier tegenkomt, kan het heel snel gaan in één keer. We zien dat ook achteraan. De jongens komen niet in beeld, maar we zien dat ook achteraan. De ronde, het zijn nog 5 rondes, we zijn nog niet eens half koers. Dus er kan nog wel wat gebeuren, maar hij zal wel moeten rap rijden nu. Hoe zag jij dat slippertje van Van Aert, daar voetje uit het klikpedaal? Ja, een beetje een domme valpartij, maar ja, dat kan altijd gebeuren. Hè. Maar hij viel niet echt, hè? Ja, nee, een beetje struikelpartij. Maar hij verliest daar wel 3-4 seconden die wel cruciaal kunnen zijn op het einde van het verhaal. Maar ja, goed, koers, hè. Dankjewel. Van Turnhout, Bosmans. Oké. De allerbeste Bosmans, zonder die ziekte van Lyme, die zou hier ook wel met de betere meedraaien. Dat doet hij eigenlijk ook nu al. Dat is een aangenaam weerzien. Meus heeft gisteren heel veel energie in die comeback gestopt, hè, voor eigen volk. Ja, dat van is, plaats allerlaatst naar 3. Misschien zijn strafste stoot wel van het jaar. Goeiedag. En dan tegenslag kennen. Ook deze jongens, Albert heeft gelijk, die zien af. Met Boros, met de Soete. Kijk eens naar de blik van Adams. Is dat spel hier nog niet gedaan? Tommeke Meus, gewoon zijn eigen cadans. Dan kijk je maar beter naar de grond. Want je weet die camera wel staan, hoor. Zeker weten. En het is geen avans om je adem in te houden. Om toch maar niet laten te zien dat je afziet. Ze vinden het toch. Er staan er overal camera's. Als het vierkant draait, geef je dan op in Overijssel of kun je dat met zo'n klassieker niet maken? Opgeven is natuurlijk niet aan iedereen besteed. Hij draait binnen. Dat doen ze niet zo vaak meer. Van Aert wisselt ernaar. Ja, hij wisselt en hij gaat nog aangemoedigd worden door Niels Albert. 19 seconden. Wat heb je hem nog gezegd, Niels? Wow, dat alles nog kan. Hè. Het zijn nog 4,5 ronden. En uiteindelijk, die Ten Osberg is heel lastig en kan nog veel gebeuren. De wissel had een reden van 30 naar 33, wat dat dan ook wil betekenen? Ja, we waren gestart met 30 Rino voor de asfalt en straat eigenlijk, omdat dat ook iets dat ik regelmatig gebruikte uiteindelijk. Maar hij vraagt nu toch 33, dus niks aan de hand. Wat is dan het grote verschil? Breder. Iets beter bollen soms, hè, maar ja, alles zit in de kop, ja. De koers wordt gewoon in de kop. Dankjewel. Ja, 30 Rino, dat zijn dat is 3 millimeter smaller dan hetgene waar hij nu mee gaat rondrijden. Elke coureur is anders, hè, en iedereen moet zichzelf ontdekken. Albert was specialist, die zou ook met 30 Rino in Loenhout kunnen winnen. Ja, dat deed hem ook niemand voor, terwijl dat Nijs het maximum van de breedte zou aansnijden. Het pingel, al zit in de kop. Ja. Als iemand dat kopje liet hangen, dan was het bij Albert wel duidelijk zichtbaar. Als het over was, dan moest de hele wereld tot in China dat zien. Als hij daarentegen een superdag had, dan hebben ze het ook gezien. Dan was het een vliegmachine. Pavel zit daar dan op 3. Ja, in zijn eentje. Al heel de tijd eigenlijk. Heeft niet anders geweest. Wel wat aanstalten gemaakt om mee te schuiven met Van der Poel. Zelfs met Wout van Aert. Is dat dan aangenaam crossen? Nee, dat is afzien. Hè. Als je vaststelt dat er eerst één wegrijdt en dat er dan nog een vliegmachine voorbij komt en je moet dan weer passen. Maar dan moet je eigenlijk tot het besluit komen. Ja, ik ga zo moeten doorgaan tot de streep. Ja. De hele godganse dag. Nou ja, een uur alleen. Ja, dat is de vaststelling. Ik ga niet zeggen spijtig, want hij rijdt nog altijd wel op podiumkoers. Ik kan me inbeelden dat een concurrent, iemand die uit de achtergrond komt, dat hij meer gaat prikkelen. Wat doet Van Aert? Ah, opgenomen beeld. Dat is altijd een veegteken. Een slipper maken dus. Corrigeren. Voetje uit het pedaal.
terug. Ja, we hebben dat gisteren al verteld. Excuus dat we in herhaling vallen, maar gisteren hebben wellicht mensen een uitje gemaakt, wat koopjes gedaan voor de kerst en zo. Dus Van Aert gaat vanaf in januari in een andere ploeg. En dan gaat hij met een ander tuig rijden. Veld, Amerikaans. Dus weer aanpassen, hè. Hij heeft al genoeg aanpassingsproblemen gehad, vind ik. Dus laten we hopen dat die nu bij Veld uitblijven. We gaan naar Renaat. Ja, die veldfietsen, dat zijn die fietsen die op de jongste Olympische Spelen ook uitpakten met een ketting aan de andere kant. Ja, aan de binnenkant van de fiets, van een wielerbaan, als je hem kan volgen. Natuurlijk niet bedoeld voor het veld. Ja, ja, ja. Een beetje een verdraaide fiets. Ja, maar de realiteit is nog anders. Het is een ketting en daar draait alles mee. En die moet erop blijven. Deze zone dat we van der Poel van die slierbewegingen zaten maken, dat was magisch. Dan lag er niet of wat meer blubber. Dan lag het parcours wat anders. Dan had je daar een U-turn, een U-bocht. En dan nam hij die altijd slependerwijs. Slipperen. Al lopend, hè? Ja, 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 dat was chic. De hellingsgraad was dan ook perfect in dalende lijn om dat manoeuvre te doen. We gaan weer naar Renaat. Ja, de demonstratie van Mathieu van der Poel echt wel indrukwekkend. Plaat van Aert blijft hangen op 3,24 seconden nu. En al 48 seconden achterstand voor de derde man, Kevin Powell. De zone van de voorzichtigheid. Van Aert doet dat goed. Vrij dicht tegen de koord aan. En hier ook op een half metertje. Prima. Goeie overgang hier bij Van der Poel. De beek, die er sinds vorig jaar in ligt. Ja, zelfs vrij rustig over die beek. De knietjes sparen. Daar draait het om. Van Aert moet daar nog naartoe. Vangen we zo meteen wel op. Hij gaat weer naar de aankomstzone. Naar de vuurmolen. Daar het begijntjesbad. Heel even een knikje in het landen. Zonder erg. Ja, en dan een paar meters lopen. Omdat het daar in stijgende lijn gaat. Juist het moment op de fiets. Vier ronden nog. Vier ronden. Komt er nog wat van het duel of blijft het zoals het is? Daar komt hij nu pas. En dat is veel betekenend. Als hier geen pech voor beide partijen meegemoeid is, dan is het eigenlijk zo goed als geklonken. Dat zijn er 22. Ik weet niet of zij daarmee bezig zijn, maar het zijn eergierige jongens. Maar het staat in dag, zeg eens, 10-10. Ja, 10-10. Ongelooflijk. Waarbij deze kanttekening van Aert is er wel sneller aan begonnen door de dubbele operatie bij Van der Poel. Hier Pauwels. Nog vier lastige, zware ronden. Bosmans blijft dat goed doen. Ik hoop dat hij die laatste ronde overleeft. Hopelijk voor hem. Maar in ieder geval, hij heeft een heel goed wiel van iemand dat toch niet stilvalt. Michael van Tournout. Ik heb dat altijd atletisch een voorbeeldige renner gevonden. Ja, hij heeft alles mee. Hè. Dus alles, maar het moet... enorm veel body. De gezondheid moet ook niet achterwege blijven. Controle na de slip. Hier heb je Michael van Tournout met Wietse Bosmans. Adams schoorvoetend naar voren. Ja, ja. Zijn tijd genomen. Komt nu in aanmerking voor plaats 4. Ziet u dat goed? 1.30. Je zou voor minder naar de psycholoog. Hoe ga je daarmee om, hè? Ja, ja. Rustig blijven. Vier ronden van het einde op 1.30. En blij zijn dat je nog erbij hoort, zeker. Aanvaarden op een bepaald moment. Maar wellicht heeft hij goed ingedeeld. Adams, want dat ziet er goed uit. Losse weg. Hier, Adams. De klimmer, Adams. Geen reactie van die andere klimmer van Tournau. Boros. Karakterkweek. Merlier. Die zich bij wijze van spreken verschuilt. Wordt kleiner. Heb je Soete. Dat er een ontploffingsgevaar was bij Soete. Dat kon je zien in die openingsronde. Laatst van Tournau ook weer wat teruggevallen. Ja, helemaal achteruitgeslagen. Renaat. Ja, nog eens kijken. En weer een wissel bij de wereldkampioen. Hij wisselt opnieuw en komt door op 2,23 seconden. Doe me dan maar 30 weer, zeker? Ja, misschien toch nog iets vastgesteld aan die fiets. En dan onmiddellijk de post. Je hebt eigenlijk wel tijd. Hè. Je verliest daar niet zoveel mee. En het is nog altijd een kwestie van op de juiste fiets te zitten en de juiste tubes. Hè. Of je kan het helemaal schudden. Ga je het dan in details zoeken? Het zijn details. Echt wel.
Hoe is het met deze overgang? Nog altijd prima. Ja, perfect. Blijft weg van die supergladde wortelen. Energie spat er ook nog altijd vanaf. Op 3,5 ronde van het einde. Smijt zich in de bocht. De ene bocht na de andere. Een hobbelstuk. Keihard. Maar voel je natuurlijk wel aan je achterwerk en in de rug. Renaat. Ja, minder druk. Dat is wat Van Aert wou. Dus met iets minder bandenspanning rijdt hij nu weer rond. Paul. Ja, dus zoeken. Hè. Dus echt alles uit de kan halen om toch maar comfortabel op die helling te geraken door het veld. Ten slotte zit je het grotendeels van het parcours is door het veld. Die Ten Otsberg die komt dan daarbij. Daar gaat hij misschien 1 seconde trager oprijden. Maar als hij het comfort kan vinden, hier overal, ja, dan kan daar aan geknabbeld worden aan die achterstand. Maar trekt naarmate de wedstrijd vordert het parcours een ander gezicht. Ik zou zeggen, bij een temperatuur van 7 graden status quo. Allemaal hetzelfde. Er is weinig verval op het parcours. Het is gewoon glibberig en daar moet je eigenlijk mee kunnen omgaan. We zagen Van der Poel daar toch weer best met zin voor risico. Die bocht pakken, die kasseien op kletsen. Toch maar opletten. Pletrandje. Is gauw gebeurd, hè? Dit is zijn strookje. Dat sprongetje. Ja. Brug over en dan lanceren om boven te geraken. Dat is gewoon magisch. Dat is magisch. Voilà, en weer boven. Renat. Ja, en zo is hij op weg naar de volgende passage. Materiaal zo aan de andere kant. Daar staat een propere fiets klaar bij begeleider Mark Dirks. En heeft meer bandendruk gevraagd, Mathieu van der Poel. Paul? Ja, het is wikken en wegen zeker. Hè. Dus ik kan mij slecht inbeelden dat hij nog rapper wil gaan rijden. Van comfort kun je daar helemaal niet meer uit wijs geraken. Hij wil gewoon op zijn gemak zitten, bergop. En dan heb je wat meer aan die bandendruk. Maar je zag hem daar wat druk aflaten bij die beelden die over zijn interview gezet werden. Hè? Heeft hem niet genomen. Dus hij is er al de hele tijd mee bezig, hè? Ook bij de verkenning. Dat moet namelijk. Dus aftasten en eigenlijk ook vooruitzien. Ook een beetje rekenen op ervaring van hoe gaat dat hier evolueren naarmate de wedstrijd vordert. Gaat dat parcours inderdaad wel een aanpassing vergen? Hij heeft nog nooit zo ver vooruit gezeten. Daarnet een mooie kruising. Dus hij zag Wout van Aert aan de andere kant voorbij flitsen. Het is een zeer merkwaardig weekend. We hadden gisteren een volkomen vlakke cross op een bultje na. En dan vandaag een totaal ander spektakel, een totaal spektakel. Het lijkt wel alsof deze Van der Poel de Johan Cruijff is van de cross. En volgende week is dat weer het geval. Hè? Antwerpen in de vlakte, aan de Schelde en Sanderdaags namen. Het gaat niet meer stoppen nu. Begin er maar eens aan. Renat. Ja, de achterstand van Van Aert groeit. 28 seconden daarnet. Vorm van overgave. Ja. Als je die bereikt in volle finale, want dat mag je nu toch wel stilaan. Hè? Ze zijn 40 minuten onderweg. Dan denk ik dat het wel in de juiste plooi gevallen is. In een zone waar de publieke belangstelling karig is, daar heb je Pauwels. Het publiek gaat natuurlijk daar staan waar de kans op spektakel het grootst is. Ook hij nu onderweg naar het beekje, maar hij is al aan de streep. Dus dat draait naar de halve minuut. Dat gaat ervan komen. Zo meteen zelfs. Misschien zelfs bij deze passage. Die revanchegevoelens, hè. Daar teren die mannen even vanaf op. Ja, gisteren had dat ook anders geweest. Hè. Dat weet iedereen. Zonder die lekke ban. En zonder dat incident waar dat hij op de buis ging fietsen op een bepaald moment. Met de heup tegen Dinadar. Ja, dat is eigenlijk, de spanning was weg. De vingers er ook nog eens tussen. Van Aert die teruggekomen is van de tweede week in Calpe. Van ik zal eens laten zien ze, hoe goed ik wel ben. En dan Sanderdaags. Allee, hops. Zijn er 30. Dik op stuk. Dat zijn er. Ja, echt wel. Nu ben ik benieuwd wat Van der Poel gaat beslissen. Een halve minuut. Laten we zeggen dat dat psychologisch van belang is. Ja. Dat is consolideren of demonstreren? Ja, nog een keer. Nu is het wel het moment aangebroken om een fiets te nemen. Dus als je 30 seconden vooruit zit, heeft nog geen wissel eigenlijk gedaan. De fiets is toch wel behoorlijk aangeladen, hebben we gezien bij de passage hier aan de finish. Daar heb je Pauwels. Ja, moet bezig blijven nog, Pauwels.
die zit boven de minuut. De derde in deze wedstrijd zit op 3 ronden van het einde ruim boven de minuut. En het is niet dat hij zit te slapen. Het heeft is alles alsof wel gedaan. De gloriejaren van Nijs weer meemaken. Die heeft hier ook van zijn 6-3 op een rij gewonnen. En dat was ook met een 7 van voorsprong. Hij is boven aan de tenotsweide. Klein beetje herstel hier naar beneden. Maakt daar gebruik van. Perfect gepositioneerd op zijn fiets. Zaligheid voor het dat oog. Hebben we al vaker gezegd. Een postuurtje perfect. Adams is de rest aan het oprollen. Ja, die op gaat... Op 1,45 weliswaar. Gaat de Witsen nu een tik geven bergop. Het is wel vijfde. De Witsen. Renaat. Hier komt de Nederlandse kampioen eens kijken of hij nu gaat wisselen. Nee hoor, hij gaat stevig door en die fiets blijft dan werkloos staan. Ja, een beetje eigenzinnig ook wel. Ik denk dat vader Adrie en Mark Dirks dat die mogen wikken, maar niet beschikken. Dat doet hij zelf wel. Ja, hij doet alles zelf. Eigen karakter en... Dat is niet verkeerd. Hè. Dus, nee, dat is eigen aan een kampioen. Zolang dat hij professioneel bezig is en ja, wat ook zijn vrije tijd af en toe mogen zijn. Voor de rest is hij altijd met zijn vak bezig. Ook al eens een keertje nukkig kunnen doen. Hè. Zal wel. Je kan ook wel eens uithalen naar je trouwe makker Modest, de beste mens van de wereld. Ja, zeker weten. Modest was eigenlijk wel af en toe de sigaar, maar ik kon hem niet missen. Voilà. Renaat. 34 seconden. 34 seconden is de achterstand. En wat de bandendruk betreft bij Wout van Aert, 1,35 vooraan, 1,55 achteraan. Oké, over naar Herreggers. Ja. Dat is gewoon iets over bandendruk. Dat is een keuze om wat grip te vinden, om wat omhoog te geraken op die Tenotsberg zeker. We gaan weer naar Renaat. Ja, voor alle duidelijkheid, dat is de druk in de fiets die klaar staat. Waar hij op dit moment mee rondrijdt, dat durf ik niet zeggen. Oké. Fiets met dat frame van 600 gram minder, die blijft nog even in de wachtzaal zitten, hè? Ja, dat wordt op de juiste moment eruit gehaald. En dat zou dat is... richting WK zijn? Ja, dat kan wel eens, hè. Dus dat zaait onrust. Toch weet testen, hè? Weet je nog die nieuwe tubes iedere keer die dat boven kwamen? Geen dwaze dingen doen en uitpakken met een aangepaste fiets op het WK zelf, hè? Eerst testen en dan mee uitpakken. Zo gebeurt het ook in de Formule 1. Weet je wel hoe dat parcours eruit ziet in Bieles? Want ik heb het aan Peter van der Abele gevraagd. Mm-hmm. Hoe spreek je dat nu uit? Bieles, dus in Luxemburg. Weinig, dat weten we dus nog niet. Nee, weinig hoogte. Ons coach Rudy gaat een van de volgende dagen verkennen. Ja, blijkbaar is er heel weinig hoogteverschil. Wat keren en wat draaien. Niet spectaculair. Dus het kan alle kanten uit. Hè. Dus de weersomstandigheden hebben alles in de hand. Dat is vaak zo met de cross. Ja, dikwijls. Dikwijls. Voor deze Van Aert, als die 50 jaar eerder zou gereden hebben, ja, die zou bijna alles gewonnen hebben als er maar geploeterd en gelopen moest worden. Maar het is nu anders. En avant. Klein misslagje daar beneden, goed gecorrigeerd, maar toch nog altijd met de verven en dat kopje grond. Hij moet nog aan het kasseiklimmetje beginnen. Opgelet daar beneden, uitstaande pootjes. En ik zou zeggen, knop omdraaien en richting Scheldecross. Langs de boorden van de Schelde, linkeroever. De gas open daar nog eens een keertje in het zand. Dat wordt closer. Dat wordt een meer verbeterde strijd. Ja, en daar kun je echt met je force... Die kun je daar allemaal kwijt. Hier moet je heel voorzichtig zijn. Hier kan je alles beëindigen op die gladde kasseien. En dan de dag erna in Namen op die waanzinnige schuine kant. Wat een vooruitzicht. En dan begint de fameuze week naar kerst en naar nieuwjaar toe. De week van de hel. Waar Van Aert niet minder dan 5 crossen gaat rijden in 8 dagen. Er zijn er vroeger geweest die er nog meer voor hun rekening namen. Renaat. Ja, we zitten nu blijkbaar al in de open doekjesfase. Toeschouwers her en der die applaudisseren voor Mathieu van der Poel. Het is nog een heel eind te gaan. De voorsprong intussen wel opgeklommen tot 38 seconden. Ja. Mag je niet verbazen dat dat zo meteen bij de aankomst boven de 40 gaat. Weer naar het begintjespad. Ja. Naar CC Den Blanc.
beetje een bedriegelijk beeld daar net. Ze kruisten elkaar, maar dan moet je nog een heel ommetje wat Van Aert betreft in het bos maken. Dat is een klein misstapje, zou ik zeggen. Ja, wordt daar slechter en slechter. Het is echt wel zware grond. Je doet daar niet mee wat je wilt. Trek er je voeten maar uit. Ze zagen je de grond in. Dan gaan we naar Nat. Ja, voor een laatste analyse bij Niels Albert. De cross is gereden, Nat. Naar huis gaan. Ga je mentaal oplapwerk nodig hebben voor Van Aert? Nee, dat denk ik niet. Het was gisteren een mooie koers en uiteindelijk maakt Mathieu gisteren ook een cruciale fout als ze hem zelfs nog maar 1 seconde korter gekomen was op 2 ronden tijd. Dus uiteindelijk is er niks aan de hand en nu vandaag is Mathieu weer beter. En we hebben ook voor het seizoen gezegd dat dan de ene dan de ander zou winnen. En ik lig hier echt niet wakker van. Blik eens vooruit. Namen zaterdag. Antwerpen, wat is omgekeerd? Antwerpen zaterdag, namen zondag. Ja, ze zijn weer twee heel mooie crossen. En, twee klassementen waar Ruimschoots aan de leiding staat. Dus uiteindelijk kan er voor ons volgend weekend niet veel gebeuren. Voor ons is die cross in Diegen heel belangrijk. Met eindzicht op het klassement eigenlijk. Maar volgende week gewoon een weekendje crossen terug. Dankjewel, Niels Albert. En we gaan nog niet naar huis. Nee. En gisteren deed Renaat een rondje bij de grote kanshebbers voor de dagzegen. En vroeg van, waar zou je nu willen winnen in die netelige zone? Die met die held, die crossen achter elkaar. En dan voel je de meeste spartelen. Ja, eigenlijk overal. Van Aert zei van, ja, daar en daar en daar. Eigenlijk ja, is iedere cross een uitdaging. En Van der Poel zei van, Eena. Tegen. Ja, patat. Ja, dat is kop tegen kei. Dus zij hebben allebei interesse. En dat is ook logisch. Hè. Dat gaat uiteindelijk misschien wel beslissen over de superprestige binnenhalen. Ja, want daar gaat het natuurlijk om. De superprestige is eigenlijk nog het enige klassement met inzet. In de Wereldbeker en in de TVV is Van Aert riant leider. Vanwege Van der Poel nu kunnen meedoen in het begin. En vooral een off-day op de Koppenberg. En gisteren ook. Met de pech pas 16e. Dus alleen in de superprestige is er nog werk aan de winkel. Ja. En Diegem is de superprestige. Het is niet echt dat hij nog moet geven. Hè. Dus voor de DVV verzekeringen trofee, daar staat hij zo riant. Maar voor de superprestige, zoals je aanhaalt, ja, dat kan nog. Hè. Dat kan. Maar dat is weer knokken. Dus het is elke dag bijna knokken dan, op die manier. Ja. Knokken organiseert nog geen cross. Stende wel. Belgisch kampioenschap. Nog 2 ronden en Adams komt op 2 minuten. Op plaats 4. Wietse Bosmans op plaats 5 op 2:10, zowat. Doet er nog maar wat bij. Ieder op zijn plekje, ieder in zijn ritme. Ja, dat is het resultaat van lang tegenspartelen van Wout van Aert naar deze Mathieu van der Poel. En dan de rest is daar eigenlijk de peanut van. Als je wat wikt en weegt en beschouwt en straks nog eens alles overziet, dan zeg je van, ja, deze cross heeft uiteindelijk een ronde geduurd. Maar toen waren de plaatsen ingenomen. Alleen de verschillen nog. Ja, dan zijn er geen verschuivingen meer geweest. In de achtergrond wel, hè? Absoluut. Adams is van plaats 12 gekomen en uiteindelijk rijdt hij nu op 4. Adams, de kopman van de voortzetting van vastgoedservice. Sauce & Powers vastgoedservice, dat is de naam van het team. En daar wordt dus Jens Adams kopman, omdat Van Aert daar dus vertrekt. Naar de ploeg van Nick Nuis. Vanwege ook een beter zicht op een wegcampagne. Ja, dat was bijna voorspelbaar. Hè? Want die weg die komt er dus tussen dit en enkele jaren er wel aan. Of toch wel aan. Nu al een aantal keer meegedaan voor winst. En zelfs gewonnen. Amai. Niet vertellen. Allemaal gezien van behoorlijk dichtbij. Op de motor. Ja. De tijdrit. Schaal zelfs. Hageland Classic, of dwars door het Hageland. Ja, dat was tijdens Tweede na Terpstra, we hebben het over Van Aert. Op tv. Daar kon Van der Poel zijn kunde niet laten zien. Maar als je weet dat hij wereldkampioen bij de juniors in Firenze, op een lastig parcours, klim naar Fiesole, slotronde. Dag tegen iedereen gezegd, stond geen maat op, dan weet u dat hij ook daar een kraan in is. Dus gewoon is hopen op een goede zomer, een pijnvrije zomer, om zich eens te meten met de grote
in het wegwerk. Ik denk dat we gaan versteld staan. Zou wel eens kunnen. Oertalenten. Deze twee. Is dat de op één na laatste keer? Het wordt een erezaak, hè? Daar iedere keer weer met snelheid op kletsen. Het moet ook een supergevoel zijn dat dat ook iedere keer weer lukt. Ja, er zijn weinig foutjes blootgelegd. Je prent dat in je kop. Ik ga dat ronde na ronde doen. Ik heb dat allemaal goed uitgekiend. Perfect verkend. En nu moet dat 9 keer op rij lukken. In de praktijk, de echte praktijk dan. En andermaal het bewijs dat zij twee de enige zijn die dat aankunnen. Zo'n cross vol op volle snelheid van A tot Z. Nogmaals, ik heb het gisteren al gesuggereerd. Je heet Michael van Tournout of je heet Vermeers of een ander talent met jeugd met toekomst. Toon Aardenvorm, hoe ga je daarmee om? Hè? Je rijdt voor de derde plaats. Hè? Het is natuurlijk vervelend, hè, maar aan de andere kant, als dat zo getalenteerde jongens zijn, waar dat je eigenlijk kletsen van krijgt, dan is dat toch nog iets te plaatsen. Maar aan de andere kant, leuk is af en toe wel eens een keertje met de bloemen naar huis sporten komen. Sporten doe je toch dan, om te winnen? Ja, maar ze zijn er dan toch iedere keer wel bij. Dus in het buitenland, Igori, ja, daar wint vandaag iemand anders. Maar dat komt doen ze er een moment waarop ze gaan vluchten? Daar naarheen zullen gaan, om dan toch nog eens dat gevoel te hebben van, hey, ik kan nog winnen. Dat komt vroeg of laat. Dus, maar bij de meesten is het bijna een verplichting. Hè? Dus je tekent je contract en die man die dat je eigenlijk je broodheer is, of die je betaalt, die verplicht je van de DVV-trofee te rijden. En die verplicht je de superprestige en de wereldbeker. Uiteindelijk ziet daar nog amper iets over. En dan kun je het natuurlijk snuiven om eens een keertje in het buitenland te gaan winnen. Snuiven? Vergeten, met andere woorden. Zijn we zo zoetjes aan de laatste ronde toe? Gaat er van komen. Dan gaat het publiek afzakken naar deze zone. Dat is ook al het geval. We gaan de laatste ronde in, dames en heren. We doen daar nog een goede 6 minuten en een klets bovenop. En dan is zijn magische koers helemaal een feit. Oversteek dicht doen de laatste ronde. Volledig gesloten. Is er nu iemand anders geweest die op kop gezeten heeft? In het begin daar even? Ja, een klein beetje. Maar niet veel. Het heeft niet lang geduurd. Hij draaide als eerste de weide in. Hè? Eerste keer bovenop deze tenots. Draaide hij als eerste naar boven. Ja, dan is het... Van start tot finish. Met een paar meter verschil of een 1 metertje verschil misschien geweest. Een demo. Bij het beklimmen. Er komt die voorbij. Dat gaat nu boven de 40 seconden. Kan dat nu rustig afwerken? Paul zit nog in het bos. Ja, diep in het bos. Geen speelbos. Moet nog over het beek. En dan pas naar de zone. Laatste keer omhoog hier voor Wout. Dus hij blijft op 10. Met Vegas, Iowa, Ronse, Koppenberg, Essen, Francorchamps, Gerardsbergen, Waterloo, Aardooien en Boom. En wordt voor de 10e keer tweede dit seizoen, Wout van Aert. 9 keer na Mathieu van der Poel. Mm-hmm. Niet panikeren. Slechte raadgever. Paniek dus. Ja. Pauwels, dat wordt ook 1 3/4. Maar ook achter hem is niemand te zien. Ik denk niet dat Pauwels al ooit in zijn bestaan een cross gereden heeft waarin hij minder volk tegenkwam van de concurrentie. Hè? Ja. Eenzaam op pad. Nochtans was zijn start perfect. Ja, uitmuntend. Van de eerste minuut. Dank, zei de Tenotsberg. Eigenlijk
zou het er iedere keer zo aan toe moeten gaan. Dat ze ook eens uit de achtergrond ruimte en tijd hebben om op te schuiven. Maar het is vaak zo, na 150 meter, pats, een smalle strook, rechts of links het bos in. Hoe verklaar je dat verschil nu tussen Van der Poel en Van Aert vandaag? Het feit dat Van Aert gisteren toch wel vol die rondetijden moest blijven klokken, omdat het verschil nooit echt helemaal uitgediept werd. En dat Van der Poel na die dubbele pech en na de tik die hij kreeg op de heup, dat hij gedacht heeft van, ik werk deze cross af en morgen haal ik daar rendement uit. Kan dat? Ja, maar ik denk dat dat gisteren ook het geval zou geweest zijn, dat ze heel dicht bij elkaar zijn. Maar het is niet anders gelopen. Ja, had hij daar nu zijn profijt uit? Ja, nou, misschien wel. Misschien wel. Maar aan de andere kant twijfel ik daaraan. Want het hangt van kleinigheden af. Ja. Maar ik ga ervan uit, zelfs na die lekke band, dat deze Mathieu van der Poel gisteren had teruggekeerd. Ja, dat is meer dan waarschijnlijk het ja, geval. Ja, het was wel 20 seconden, dus maar vele fronsen dan de wenkbrauwen. Maar zoals hij af en toe gedreven was, nou, enfin, is het is voorbij. Ja, Overijssel, het is 1-1 in het weekend. Niet. Overijssel liegt nooit. Dat is een combinatie van enorm atletisch vermogen, een zeer grote motor en een hoogstaande techniciteit. En daarin is hij de betere. Vooral in dat laatste. Nu is dat verschil met Van Aert niet reusachtig groot. Dat wordt uiteraard uitvergroot omdat er maar vaak over twee man sprake is. Maar er is een verschil. En de juiste conclusie kun je dan ook maar trekken uit een klassementscross. Het is dan wel Overijssel, een topkoers. Dat de vraag is, omdat hoe diep wil je daar gaan? Sneller een beslissing neemt van oké, is hier gelopen. Uh-huh. Nu rijd ik mijn koers gewoon uit. Maar als de inzet was, superprecieze, dat luttele puntje dat belangrijk is, dan is dat gewoon anders. Voilà, hier zijn we doorheen. Geen lekke band, geen stootrand. Nee. Andermaal zeer materiaal. En alles wat erbij hoort. 15 à 16 verschillende cross-types op de markt, hè? Ja, ja. Ik kan u garanderen, als je er eens van geproefd hebt, het is een zaligheid om mee te rijden. Allee. Voor de galerij. Nog eens een keertje. Ja, zeker dat. Hè. Ik zal niet zeggen probleemloos, maar toch zo goed als. Iedere passage is nu de laatste. Alles achter de rug. Ik ben ervan overtuigd dat hij het jammer vindt. Dat gedaan is. Ja. De speelvermogen is groot geweest vandaag. Ja, dat denk ik ook. Kan handjes wuivend naar de aankomst bollen naar de vuurmolen toe. En ze blijven in hun uitlatingen ook lief voor elkaar, hè? Ja, ja, ja. Opmerkelijk. Opmerkelijk. Katten, zoals bij de voorgangers vaak het geval, was er niet bij. Nee, nochtans. Geen van de twee die zal zeggen van ik zag de poten onder zijn stoel uit. Nee. Nee. Of zoals Van der Aarde en Plankaert. Ik rij hem met z'n in de gracht. Dat was op Bontempi, geen Heuvelgem. Ja, ja, maar het Paul, je kent de geschiedenis. Ja, maar het zweept wel de mensen op. Hè. Dus als het eens een keertje zou gebeuren, wat ik eigenlijk niet goed zou keuren, dus, maar het zou wel de mensen opzwepen en misschien komen ze wel uit hun pijp dan. Maar Albert is ook zo zacht geworden. Altijd geweest. Braaf jongetje. Af en toe is sakkeren tegen een brug of tegen een steen. Wat de losse klossen betreft, Van der Poel, winnaar in Meulebeke, in Den Bosch. Zij toch een bos, daar vlak in de buurt, Rosmalen. En in Mol, dus dat wordt zijn vierde. Hij won 4 keer in de superprestige in Gieten, Zonhoven, Ruddervoort en Gaveren. Won voor de DVV in Hamme en was in de Wereldbeker de beste in Valkenburg en in Zeven in Duitsland. Ook deze buit is binnen. Helemaal. Daar komt hij in het zicht van de vaste camera. Ja. Mathieu van der Poel is naar Overijssel afgezakt met de gedachte van ik ga er eens werk van maken van bij de start. En heeft ze vervolgens allemaal van het kastje naar de muur gereden hier in Vlaams-Brabant. Van der Poel met een machtige solo slim. Amai. Niet kapot. Voor de tweede op een volgende keer winnaar hier in Overijssel.
winnen met de wereldkampioenentrui aan waren mooi geweest, maar er was er eentje beter. Een duidelijk beter. Pauls nog in het bos. Is daar nagenoeg uit. Tijdverschillen doen er nu niet zozeer meer toe. Dat is voorbij. Ook Van Aert heeft het rustig aangedaan in die slotronde. Nog enigszins bedaard, Pauwels. Geen stukken meer rijden, zo aan het slot. En Wout Van Aert komt hier binnen op ruim 50 seconden. Weer werk gegeven tot, laten we zeggen, 2/3 van de race. En dan het hoofd gebogen. Kleine minuut. Vooruit, Kevin. Toch andermaal een podiumplaats. Dat is bij hem een ingebouwde zekerheid. Dakje naar beneden. Laatste gevaarlijk obstakel. Enkel dat beekje nog. En dan is hij er ook vanaf. Twee keer op het podium dit weekend. Gisteren tweede. Door de akkefietjes met Van der Poel, die daardoor niet in aanmerking kwam voor het podium. 2 en 3, daar zullen ze het bij met de penningen wel mee doen, zeker. Nou ja, dat podium zijn er... halen in televisiecross. Er zijn er die dat met veel minder naar huis moeten. Geen wonderdag voor Telenet FIDE, ja, mede door de afwezigheid van hun vlaggenschip Toon Aerts. En het feit dat Tom Mees al zijn energie gestopt heeft gisteren in een race, een inhaalrace, na een val in de eerste ronde, uiteindelijk nog een podiumplaats uit de brand gesleept in zijn eigen S. En was het aan zijn thuisvolk verplicht. Het onderlipje trilt wat op 2 en 12, is dat begrijpelijk. Daar is Adams al. Ja. Adams is vierde. Goed ingedeeld. Goeie uitslag. Of er doorheen gekomen, maar wel op 2,25. Vierde plaats. Krijg je wel geen punten voor. In een regelmatigheidscriterium. De mama. Tik op de schouder. Goed jongen. Paul kent zelfs de mama's uit de camper. Ja, ja, die ken ik toevallig. Dan zitten we hier bijzonder lang wachten tot de volgende eraan komt. Is dat Merlier? Ja, ja, ja. Een goede slotronde gereden. Ja, ja, dan heeft hij toch nog enkele man voorbij gereden. Is Boros voorbij? Waar is Michael van Tournout? Ja, er zijn er een paar tussen uitgevallen. Wietse. Merlier op 5, Boros op 6. Hier is Tom Leefsen op 7. Wat is er gebeurd met Wietse Bosmans, of hebben we die gemist? Nee, hè? Niet gezien. Er doorheen gezakt aan het slot. Wat je aanhaalde. Tom zocht een uitgang. Daar heb je Daan Soete. De man van de goede start. Ah, hier de Klaas van Tornhout nog. Op ruim 3,5 minuut. Rustig gestart. Goed middenrif, dan weer wat weggezakt. Hier Soete. En komt daar Bosmans aan? Ja, dat is Bosmans. Sterke benen. Dus met andere woorden, aan het eind er weer wat doorheen gezakt. Of een probleem met de fiets gekend. Hier Vermeers, die schudde bot. Och, was ik maar. Ja, alles meegemaakt in de beginfase. Twee keer tegen de grond. Voor de 11e keer. Voor de 2e opeenvolgende keer in Overijssel. Het land van de crosskoningen. Zijn crossbaasje zal tevreden zijn. Dat denk ik ook wel. Amai. Misschien alweer een nieuwe fiets volgende week. 11 voor Van der Poel. Gisteren zette hij de teller op 10. Wout van Aert. En bij Pauwels is het nog uitkijken. Wachten wordt soms beloond. Ik zou zeggen, mikken op een uitschieter in die zone van 5 dikke crossen aan het eind van het seizoen. Ja, ja. Aan het eind van het jaar. Misschien dat daar wel eens een keer gekeken wordt, nagedacht wordt en Pauwels, wups, er met weg. Er mee weg. Een van de Van Tournouts nog in het bos. Ver heel, in de achtergrond. Ja, heel ver. Nochtans heeft hij lang meegedingeld vooraan.
Dit is de uitslag, dames en heren. 1 Mathieu van der Poel, 2 Wout van Aert. Dat kon een mens voorspellen. 3 Kevin Pauwels, dat ook. Jens Adams, ja, toch wel. Ook Paul Herreggers mikte op Adams of Pauwels voor plaats 3. Merlier op 5, Boros op 6, Meus op 7, Klaas van Tornhout op 8, Soete op 9 en Wietse Bosmans op 10. Het is niet bepaald een happy day voor Telenet Fidel. Maar ze kunnen zich optrekken aan de prestatie. Dat wil ik toch nog eens even meegeven van Sven van Tornhout. Die ging in de kerstloop in Brugge lopen met de 11e plaats. En dat in een tijd van 32-30. 11e plaats tegen de groten van de atletiek. Hè. Dat is verdomd rap. Hè. Dan moet je in orde zijn. Moet je uit de pijp komen. Dan heb je veel getraind nog. Hier zijn ze vertrokken. De samenvatting, daar heb je het al. Daar rijdt Van der Poel al voor aan de Tenonsberg op. Met de Pauwels aan het wiel. En dan Michael van Tornhout. Die dacht, dat lukt hier wel. Een buiteling van Vermeers. En een idem dito voor Dieter van Tornhout. West-Vlaanderen schakelt daar zichzelf uit. Hier is de witte kop van de Van Tornhouts. Meus wat voortvarend daar. En dan is het ritme er wat uit. Van der Poel met veel bravoure die brede afdaling in. Zit daar iedereen onder druk. En iedereen voelt dan van oei, oei, oei. We gaan hier een namiddag beleven als hij dat allemaal in petto heeft. We zijn dan de nauwe een halve ronde ver en het kapsel van het koren geschud. Oh ja, dit moesten we ook nog beleven. De overname van Van Aert voor plek 2. En dan heeft Pauwels alleen nog een beetje terug. En gaat hij een halve ronde volgen. Hier is het verschil een goede 10 seconden. Dat gaat een tijd zo blijven. En dan is er hoop op het duel voor de zoveelste keer. Daar ziet Van Aert van der Poel nog altijd voor zich uit. Dus nog altijd hoop op dat duel. Dat is die netelige beek waar nogal wat mensen zich mistrappen. Bijna het geval voor Pauwels. Dit is het geschuifel van Van der Poel. Zelfs dat doet hij snel. Daar gaat hij het kussen opzoeken. Nou, het doek. Om toch wat grip te krijgen. En dan krijg je wat trammelant in de achtergrond. Nou, een samentroeping. Iedereen zoekt naar zijn positie. Wat staat hier allemaal? We kunnen andermaal niet volgen. Niemand kan bijbenen. Hij begint wat te spartelen met zijn tuig. Met zichzelf ook. Moet dan van de kant wisselen. En dan weer opspringen op zoek naar Van der Poel. Maar die is dan al 24 seconden weg. Dan gaat hij eens wisselen. Dan gaat hij van 30ers naar 33ers. De breedte van de tube. Ook dat brengt niet veel teweeg. Van der Poel blijft zoetjes aan wegrijden. Niet echt wegrammen, maar iedere ronde weer een seconde of 5-6 verder aan het been smeren van de Vlaming. Nog eens een keer met dat schuifwerk naar die zone. Andermaal naar boven, tot de grote joelheid van de supporters. De handen gaan opeen. Zoveel kunstwerk, zoveel bravoure, zoveel suprematie. Nummer 11 voor Mathieu. Van Aert op 2. En Pauwels uiteindelijk op 3. Daar kan organisator Van Rooij ongetwijfeld prat op gaan op zo'n podium. Zijn we van overtuigd. Kijk, wat een enorm verschil. Hè? Zo ga je dat bergje af. Dan heb je toch wel een indruk van dat dat steiler is dan u dat inschat. Ja, en wetende dat ze daar in de eerste plaats omhoog gereden hebben en ook naar beneden gedoken hebben. Het verraad dat het zeer steil was. Ja, camera's kunnen dat zelden exact in beeld brengen, die steiltegraad. Maar als je dan de vrouwen ziet naar boven huppelen, dan begrijp je het helemaal. Ja, tuurlijk. Het is logisch dat ze zich daar niet aan wagen om te proberen omhoog te rijden. We gaan beginnen met de derde paal, met Kevin Pauwels. Kevin Pauwels, tweede vorig jaar, derde dit jaar. Ik neem aan dat je daarmee kan leven. Ja, zeker. Na die tweede paals van gisteren en dan nu weer het podium, daar ben ik zeker tevreden mee. Hoe snel wist je, ja, er zal niks te beginnen zijn tegen die twee mannen die voor je geëindigd zijn? Ja, van de eerste toer wel. Ik hoopte dat het nog eens wat rustiger start was, maar... Gisteren was het Wout en nu was het Mathieu dat de eerste toer doortrekt. Ja, die verschroeiende starts, snijden die jouw benen een beetje af? Ja, van iedereen denk ik. Het zijn die twee dat er bovenuit steken en als die doortrekken dan is het moeilijk om te volgen. Met welke gemoedstoestand, gesteldheid rij je dan de rest van de race rond? Ja,
ben natuurlijk altijd wel tevreden dat ik op die derde plaats zeg, maar ja, het is een beetje wel vervelend dat je nooit niet kunt meedoen voor de overwinning. Dus dat borrelt op, hè? Enige frustratie dat die hoofdbloemen wegblijven. Ja, dat wel. Maar, ja, ik heb mijn eigen er wel een beetje bij neergelegd, niet, maar ja, het blijft wel vervelend. Dat is waar, en je eerlijkheid ziet. Dankjewel, Kevin Pauwels. Dan gaan we door naar de tweede van de dag, de wereldkampioen Wout van Aert. Ja, het staat 11-10, maar voor de Nederlander. Ja, de Mercedes net zijn 11e winnen en het was Mathieu, dus het was vrij snel dadelijk vandaag. Ik had niet echt een antwoord op zijn eerste demarrage. En, toen ik de tweede ronde en Kevin voorbij kwam, zag ik het wel zitten om nog een keer tot op zijn wiel te komen. Maar met de klim eigenlijk heel snel op te rijden, voelde ik dat ik mezelf al even geforceerde. En dat was duidelijk hetgene wat je niet mocht doen op deze omloop. Ja, en je bleef toch een tijdje hangen op 14, 15 seconden. Ja, toen zag ik het ook nog wel zitten. Ik dacht, ja, Mathieu is nu op zijn tempo terug aan het vallen. Ik moet echt druk proberen te zetten. Dat misschien door een foutje maken dat ik er terug bij kwam. Maar ja, 2-3 ronden lukte dan, denk ik. Maar toen was het vrij snel duidelijk dat ik die overwinning op mijn hoofd moest zetten. Over druk gesproken, een andere druk, de bandendruk. Daar was je een beetje aan het twijfelen. Waarmee ga ik rijden, 30 of 33? Ja, maar ja, dat zijn allemaal dingen. Als het iets minder goed gaat, dan beginnen daar gaan te switchen en te doen. En, dat is gewoon een teken dat je er wat twijfel in slaapt. Dus, ja, ik was op 30ers gestart en op een gegeven moment had ik het idee dat ik met 33ers beter zou kunnen rijden, maar het was niet dat ik er sneller mee vooruit ging. Dus, ja, het was een beetje zoeken naar het juiste, maar daar wil ik het niet op steken. Je hebt het al aangehaald, maar hoe slopend is die echt, die Tenotsberg, op dit parcours? Ja, toch wel slopend en vooral, ja, het was eigenlijk in de start al een lange sprint omdat Mathieu direct de kop wou pakken. En zo hebben we eigenlijk 9 keer omhoog gesprint en in één keer een beetje in uw tempo kunnen komen. En ja, dan wordt het natuurlijk lastiger en lastiger elke ronde. En ja, de eerste ronde ben je zo aan dat S-bochtje waar je kan gaan zitten. En de laatste ronde begin je ja, een paar honderd meter op voorhand al te kijken van zijn we niet bijna boven. Dus het is toch een slopend parcours. Het verdeeld hebben tussen aanhalingstekens. Jij wint op zaterdag, hij wint op zondag. Ja, ik heb gisteren echt enorm diep geweest en ik denk dat ik daar vandaag in het begin vooral even moeite mee had om die flitsende start te nemen die Mathieu wel kon nemen. In de tweede ronde rijden we misschien even snel, maar die eerste ronde verlies ik direct 5 seconden. En daarna was het duidelijk dat Mathieu sterker was en heb ik ook niet meer aangedrongen om per se op die 10 seconden te blijven hangen. Dus hij verdient gewonnen. Ja, jullie zijn heel erg sportief in bewoordingen, in uitlatingen. Jullie zijn zo lief voor elkaar. Ja, ik weet niet wat ik negatief over hem moet zeggen. Nee. Ik kan misschien vragen dat ik de volgende keer wel langer wacht, dat ik iets meer kans heb om mee te schaven. Dat zou wel eens vriendelijk zijn. Dus zo snel starten, dat hoeft voor mij niet. Maar natuurlijk, als ik zelf goed ben, probeer ik dat ook. En het is nu zo. Rivalen in de race, naast de race komen jullie perfect overeen. Dat vind ik eigenlijk zoals het moet zijn. In de koers hard tegen hard, maar daarbuiten hoefde niet met modder te gooien. Nee, dat is iets wat in veldrijden makkelijker kan tijdens de race dan. Dankjewel, Wout van Aert. Gaan we door naar de winnaar, die dat ongetwijfeld zal beamen. Rivalen in de race, daarbuiten perfecte, vrienden is het woord niet, maar perfecte relatie. Ja, denk het wel. In de wedstrijd moet er wat concurrentie zijn, maar buiten de wedstrijd komen we wel goed overeen, denk ik. Mathieu, je staat 11-10 voor. Hoeveel? 11 overwinningen, hij heeft er nu 10. Spelen jullie daarmee? Speelt dat in jullie hoofd? Ja, bij mij niet echt. Ik weet niet hoe het met Wout is. Ja, het is natuurlijk leuk om het meeste aantal overwinningen te hebben, maar dit is tot nu toe al een prachtig seizoen geweest voor mij. Ik denk dat ik al bijna evenveel wedstrijden won dan dat ik vorig jaar over heel het seizoen heb gewonnen. En voor mij is het gewoon al tot nu toe heel mooi geweest. Ja, dit was een demonstratie. Hè? Van de eerste beklimming van de Tenotsberg lag je aan de leiding. Je hebt gewoon van start tot finish op kop gereden. Hoe zie je dat zelf dan? Ja, dat besef ik achteraf eigenlijk ook, dat ik heel de cross op kop had gereden. Dat was zeker niet het plan van tevoren. Het was een enorme lastige wedstrijd. Dat had ik al door tijdens het inrijden. En ik was eerder van plan om een snelle opening te doen en dan even terug op adem te komen. Maar ik was wel heel gebrand op deze zege, omdat ik gisteren wel teleurgesteld was. Ik denk dat de mensen die kort bij mij staan ook daar redelijk snel door hadden gisteren dat ik gefrustreerd was. En het was dicht bij huis, er waren veel mensen om te komen kijken. En dan is dat niet leuk om door pech zo ver teruggeslagen te zijn. Dus ik had vandaag wel het gevoel dat ik iets kon rechtzetten. Ja, tweede jaar op rij dat je hier wint. Wil je hier elk jaar komen winnen?
Het zou mooi zijn natuurlijk. Ik had voor de wedstrijd ook al gezegd, dit is gewoon een heel mooie ouderwetse cross, denk ik. Echt een enorm lastige cross, zoals we er nog niet veel hebben gehad dit seizoen. En het is gewoon een prachtige locatie. Het is een losse cross, dat weet je ook. Moet hij voor jullie toppers opnieuw in een klassement? Ja, van mij mag die zeker terug in een klassement zijn. Maar je ziet, of die nu los is of niet, er wordt gewoon gecrossed zoals een klassementscross. Gewoon de gas open van begin tot einde. En het is live op tv, dus ja, het is eigenlijk even belangrijk bijna. Ja, even vooruitblikken naar die belangrijke wedstrijden van komend weekend. Hoe zie je dat, Antwerpen op zaterdag, namen op zondag? Ja, Antwerpen heb ik eigenlijk niet echt superveel meer te zoeken natuurlijk met de DVV-verzekeringen-trofee. Maar het is ook een cross die dicht bij huis is waar ik graag kom. Dat een paar jaar geleden eigenlijk begonnen is bij mij bij de profs. En de dag nadien in Namen, de wereldbeker, kan ik nog wel wat korter sluipen in het klassement. Waar ik vorig jaar een heel mooie overwinning heb behaald in een duel tegen Wout. Dus ik kijk wel uit naar volgend weekend. Hartelijk dank, Mathieu van der Poel. Het valt op hoe groot het respect is, het wederzijds respect van de twee. En ook de eerlijkheid, ja, die is er altijd geweest bij Pauwels. Hij zegt het gewoon van, ja, het irriteert natuurlijk, hè, dat je beseft van, ik kan hier niet winnen. Winnen staat er gewoon niet op als zij aan de start staan. Nee, want het respect, dat is ongetwijfeld, dat speelt mee dat het bijvoorbeeld 10-10 is of 11-10. Als het 15-5 zou zijn, ja, dan is dat een heel ander verhaal. Ze komen allebei aan hun trekken. Maar de bewondering voor elkaars kunnen is ook groot. Dus ja. Eigenlijk is dat wel een verfrissende manier van kijken naar deze sport. Vroeger was het alsof het noodgedwongen was dat de grote kempanen onder elkaar, dat die elkaar de duivel ook verbaal moesten aandoen. Daar gaan deze niet aan toe gaan. Nee, het is ook niet nodig. Paolo Guerciotti, de vroegere fietsenbouwer van de fietsen van Roland Liboton, hier zelfs van de partij. Komt hier dan aan onze cabine groeten. Waar is de tijd dat hij hier met een bontmantel op de cross verscheen en zijn Ferrari aan de streep parkeerde? Ja, het is wat minder nu, maar hij is er wel. Weliswaar op uitnodiging. Kevin Pauwels komt op 3. Gisteren 2 in Essen, nu 3 in Overijssel. Dat moet je wel zeggen. Goed gereden, Kevin. Puik weekend. Bloemen uit handen van mevrouw Inge Lentsklaas, schepen in Overijssel. Het schepencollege heeft werk achter Pauwels. Burgemeester Dirk Branca. Uw applaus voor Wout van Aar. Nog eens tweede, maar... God, ja, hij heeft ondertussen ook al wel 10 keer gewonnen en 10 keer tweede. Dan weet je het wel, hè. Dan is hij koning regelmaat. En hou je maar vast straks in Antwerpen. Want nu kan dit wat hier gebeurd is weer een beetje borrelen. Hè? Ja, daar kun je eigenlijk op gaan trainen. Dat is zoals stoofvlees dat je opzet. Hè? Dat moet ook stil aan pruttelen. Hè? Pruttelen, ja, ja. Dat zal zeker gebeuren. Opladen. Naar volgende week toe. Maar er is er maar eentje die meester kan genoemd worden hier. Dan komen er bloemen uit handen van Sarah. Wat een kracht, wat een bravoure, wat een technisch raffinement. Ik heb vandaag af en toe kunst gezien. Dat heeft hij in zich. Ja, ongetwijfeld. Zijn behendigheid. Niet alleen in dat equilibrisme. Die behendigheid, maar ook in het indelen van dat parcours. Het vooruitkijken, het inschatten van ieder nieuwe hindernis. Met als toetje iedere ronde weer dat steile bergje. Ik denk dat hij ze iedere keer alle 9 bij de passages even snel gepakt heeft. Ja. Van der Poel, Van Aert, Pauls. Ook veel meer vreugde. Je ziet het ook bij de organisatie en bij de politici dan vorig jaar. Toen ze er allemaal toch wel wat bedremmeld bij stonden naast Virginie. Ja, en dat gaat. Toen het qua publieke belangstelling ook veel minder was toen Nijs wegbleef. Ze zijn content. Het is het jaar van de wederopbouw. Afspraken maken. Volgende week hebben we de cross in Antwerpen. Linkeroever. Stel voor de DVV-trofee. Zanderig,
uiteraard, dat moet. Hè. Een paar keer een Belgisch kampioenschap betwist daar. Zeker één keer. Ja. Waar Albert won. Eén keer, ja. Ja. En dan hebben we de dag nadien een wereldbekermanche in Namen. Dat is de tweede van drie wereldbekerklossen in België. Want je hebt Kokzij, dat is jammer genoeg niet doorgegaan. Dan heb je Namen en dan heb je ook nog eens Zolder. Ja, bergop alweer, dus een, die zondag. Dat is een weekend zoals dat van vandaag. Een weekend van het grote contrast van de vlakte naar de hellingen, deze keer in Wallonië. Niet van de poes, voor de poes. Bedankt Paul, bedankt aan de hele ploeg van Günter Hergotts en Renate krijgt het slotwoord.